Welkom bij deze PMA over het nieuw voor oud proces. De opzet van vanavond is iets anders dan sommige andere PMA's. U bent net langs een bord gelopen waarin u ook plakketjes heeft kunnen stickeren. Dat zal vanavond ook verder gebruikt worden. Ik zie veel stickers staan bij en dan ga ik even naar die tweede. En dat is minder subsidies voor culturele basisinstellingen. Wie mag ik daarover als eerste het woord geven? Ik zeg nu iets omdat ik het ijs wil breken hoor, dus ik doe het allemaal voor jullie. En uw naam? Ik ben Jasper de Graaf, Apeldoorner, kunstenaar en directeur van ASEC, een cultureel verzamelgebouw midden in het cultuurkwartier van Apeldoorn. Ik moet even oppassen, dit is geen inspraak, dus ik draag bij aan de discussie. En dan zeg ik ook van, ook namens mezelf, als er 15 miljoen euro omgebogen moet worden, dan past het niet om te zeggen, dat kan niet bij mij. Het zal best ingewikkeld worden, bij ons allemaal en bij alle sectoren. Maar... Kijk, ik vind dat moet je dus niet zeggen. Een tweede ding wat ik daaraan zou willen koppelen is heel leuk als het dan verzonnen wordt met allemaal voorstellen en hele waslijsten. Maar misschien kunnen we er zelf ook wel over nadenken over hoe we dat kunnen doen. Zodat je niet kapot maakt wat je niet meer kan herstellen. Want dat lijkt mij een hele belangrijke waarde voor Apeldoorn. Dat je je voorzieningenniveau in stand houdt. Dat het even met minder moet, maar dat je het op een slimme manier kunt doen, zodat je het later weer kunt repareren. Of dat je in ieder geval niet het kind met het badwater weggooit. En ik denk dat het voor meer sectoren dan voor cultuur geldt. Meneer Van der Graaf, u vertegenwoordigde vanavond tijdens de PMA cultuur en kunst. Waarom zat u hier? Nou... Ten eerste omdat we breed uitgenodigd werden. En ik vind dat als je uitgenodigd wordt en het gaat over 15 miljoen euro aan ombuigingen. Nou, dan moet je wel komen en dan vind ik ook dat je iets moet zeggen. Maar niet alleen maar over cultuur, voor alles wat van waarde is. Ook sport, ook evenementenbeleid. Al die onderwerpen zijn belangrijk voor een stad die er goed op wil staan. Ja, en wat vertegenwoordigt u allemaal bij ASEC bijvoorbeeld? Bij ASEC hebben we in ieder geval tentoonstellingen met 150 deelnemers per jaar, een stuk of 30 tentoonstellingen. We doen audiotours in de buitenruimte, we doen kunst in de buitenruimte. We zijn een huis voor heel veel verenigingen en debatten. Dus zo zijn we een breed cultureel centrum. Maar ook weer, wij zijn in het andere. Dus wij zijn ook in de binnenstad. We zijn ook met de andere verenigingen, we zijn met de andere culturele instellingen. En zo zijn we met elkaar meer en maken we Apeldoorn een stukje aantrekkelijker, hopelijk. Ja, en als er nou minder budget zou komen in de komende jaren, wat zijn de gevolgen daarvan dan in uw sector? Hangt er vanaf hoeveel budget dat minder is natuurlijk, hè? Kijk, wat ik heel erg belangrijk vind en wat ik ook heb gehaald, als we met elkaar iets moeten inleveren, dan zijn we solidair met elkaar en naar de andere sectoren. Dus... Ik ben niet zo van, ja, bij mij kan helemaal niks. Want dan moet een andere meer inleveren. Vind ik niet solidair. Dus, maar aan de andere kant zeg ik erbij, kijk daar zorgvuldig naar. Want het is een jarenlang opgebouwd infrastructuur. Maak niet kapot met draconische maatregelen wat je niet meer kan repareren. Dus het zou toch leuk zijn en belangrijk zijn om, nou ja, als je dan moet ombuigen, dat dan slim te doen en in overleg met de sectoren. Ja, maar denkt u dat er dingen onnodig kapot gemaakt gaan worden als dit beleid doorgevoerd wordt of in stand gehouden wordt zoals de plannen zijn? Nou ja, voorbeeld. Er is denk ik 10 jaar geleden zijn er ook grote bezuinigingen geweest. En die zijn wat minder in balans doorgevoerd. En dat heeft geleid tot bijvoorbeeld culturele voorzieningen die technisch failliet gingen. Die er bijna niet meer waren. Die bijna in rook opgingen. En dat vind ik toch zonde, want dan heb je dus leegstand in cultureel vastgoed, wat eigenlijk nergens anders voor geschikt is. Dat vind ik zonde. Dat vind ik kapitaalvernietiging. En je hebt mensen in de kaartenbakken van het activerium. Ja,
Ja, wat is nou in echt heel kort de belangrijkste boodschap voor u aan de Raad? Als je gaat bezuinigen, doe het slim in overleg met de sectoren zelf. Meneer De Boer, naar aanleiding van de PMA, de politieke markt van vanavond. Dat ging over het project Nieuw voor Oud. U bent van Sportservice Apeldoorn, Acres. Wat was uw belangrijkste inbreng van vanavond? Wat wilde u de Raad duidelijk maken? Ja, bedankt voor de vraag. Nou, wat onze belangrijkste inbreng was, is dat een van de scenario's bij Nieuw voor Oud, dat Sportservice Apeldoorn verminderd of gehalveerd zou worden. En dat is natuurlijk iets wat wij niet voor ogen hebben, dat willen wij niet. En wij denken dat het juist belangrijk is om meer te investeren in sport. Juist omdat we zien in deze maatschappij dat mensen gezondheidsachterstand hebben. Er is meer bewegingsarmoede. We hebben recent ook wel data opgehaald dat het in Apeldoorn nog minder goed is dan dat het in Nederland is. Dus ik denk allerlei redenen waarom we dat verhaal hier moeten vertellen. Ja, en wat zou er volgens u gebeuren? Wat zou het gevolg daarvan zijn als het budget gehalveerd wordt? Als het budget gehalveerd wordt, dan kunnen wij eigenlijk minder Apeldoorners in beweging brengen. Het gaat om kinderen, jongeren, volwassenen, eigenlijk om alle doelgroepen. Maar ook om doelgroepen die langs de lijn staan. Ja, dat heeft diverse oorzaken. Kinderen die niet goed leren bewegen, die hebben minder goede leerprestaties. Die kunnen hun leven lang minder goed bewegen, want de eerste 10 jaar zijn het echt het belangrijkste. Maar als we het hebben over mensen die langs de zijlijn staan, die doen al niet mee. En wij kunnen ze nu mee laten doen door projecten die wij draaien. En dat betekent dat ze weer meer onderdeel kunnen worden van de maatschappij. En dichter bij een sportvereniging, dichter bij de mensen. Dus dat heeft niet alleen positieve effecten op motoriek van kinderen, maar ook op het sociale leven van mensen. Oké, meneer De Boer, dank u wel. Ja, hartstikke bedankt. Mijn naam is Michele Lutberg, ik werk voor Apeldoorn Partners en ik sta in contact met 200 evenementenorganisatoren hier in Apeldoorn. En ik zag de vraag van meer sponsorgelden binnenhalen. Ik denk dat we allemaal hier wel grote evenementen kennen, als het Drakenbootfestival, het Openluchtfilmfestival. Ik zag hier ook nog de internationale Vierdaagse hier rechts van mij zitten. Allemaal grote evenementen in Apeldoorn die al te maken hebben met een subsidieregeling. Een subsidieregeling die is vastgelegd in de kadernota evenementen. En daarin staat al dat dus 60% van het subsidiebedrag dus door derden moet worden binnengebracht. En dat is eigenlijk best een groot chapeau al, dat dat inmiddels gebeurt, ook dus door alle organisatoren. Want de evenementensector staat best wel onder druk. Na corona hebben we te maken gehad met hoge prijsstijgingen. Organisatoren kwamen enorm onder druk te staan daardoor. Het huidige regeerakkoord biedt ook weinig perspectief. We hebben te maken inmiddels met heel veel onderzoeken die gedaan moeten worden door organisatoren. Van klein tot groot, denk aan vleermuizenonderzoek tot en met duurzaamheidsonderzoeken. Dus daar zit ook al zoveel geld, gaat er nu in om al voor hun, voor de organisatoren. En wat we ook zien is dat de evenementenlocaties ook nog een keer onder druk staan. Dus men wil wel organiseren, maar men heeft gewoon steeds meer last van, waar kunnen we het nog doen? En soms dan heb ik dus ook wel eens echt de vraag van, jongens, mensen in de evenementensector, hebben jullie nog wel de moed ervoor? Willen jullie überhaupt nog wel dit gaan doen als je gewoon dit dramaverhaal hoort? En daarom heb ik ook zoiets van, steun nou eens deze organisatoren. En ik denk ook dat je gewoon dit wel echt moet doen, want het wringt ergens. We gaan nu van 160 naar 180.000 inwoners. We willen een heel goed basisvoorzieningenpakket voor Apeldoorners, maar ook voor nieuwe inwoners. En daar horen ook evenementen bij. Dus als je hierop gaat schrappen, dan heeft dat gewoon een enorm effect voor de leefbaarheid en ook de economische spin-off in de stad. Meneer Schuts, na deze PMA wil ik u reactie vragen op de evenementen City Marketing en Toerisme in de gemeente Apeldoorn. Wie representeert u vanavond? Ik vertegenwoordig Hiswa Recron, dat is de branchevereniging van landrecreatie- en watersportondernemingen. En vandaag mocht ik ook aanwezig zijn namens Koninklijke Horeca Nederland. Ja, wat was het meest belangrijke punt dat u wilde maken vanavond? Het meest belangrijke punt is dat als je naar toeristenbelasting kijkt als een bron om eventueel aanvullende fondsen te werven, dat je niet alleen maar moet kijken naar staatjes, van wat doet de buurgemeente, maar vooral moet kijken naar
Wat doet dat met de mensen die toeristenbelasting betalen in de gemeente en de parken die die mensen gastgeverschap bieden? Ja, en u had het over een gelijk speelveld als het om het financiële beleid gaat in de sector toerisme, horeca en evenementen. Wat bedoelt u daarmee met dat gelijke speelveld? Ik bedoel met een gelijk speelveld, hoewel dat overigens door iemand anders werd ingebracht in een antwoord op mijn vraag. Dat de hele sector bijdraagt aan hun deel voor de financiering van de gemeente. En waarbij er niet disproportionele verschillen worden gecreëerd. En in dit geval heb ik ook aangegeven dat bijvoorbeeld daar waar er arbeidsmigranten worden gehuisvest op parken, daar kun je geen toeristenbelasting op heffen. Want dat zijn mensen die ingezeten zijn, die zijn ingeschreven. Toeristenbelasting hef je op mensen die niet ingezeten zijn, op toeristen dus. Maar zorg dan wel dat ze op een andere manier belast worden, zoals inwoners. Vergeet die groep niet. Nee, en was dat ook waar u zo verborgen over was? Dat heb ik u ook horen zeggen. U was ergens heel erg boos en of beledigd over. Ik heb gezegd verbolgd. En dat ben ik inderdaad omdat we sinds februari een verzoek hebben gedaan, een uitnodiging hebben gedaan aan het college van BMW om juist over toeristenbelasting in gesprek te gaan. Dat is in het verleden ook altijd gebeurd. En die periode waarvoor die afspraken zijn gemaakt, die gaan aflopen. Dus daar wilden we graag over in gesprek. Daar is nooit op geantwoord. En opeens lag dit nieuwe programma voor ons neus. En wij vinden vooral belangrijk dat de belastingheffing tot stand komt nadat je alle partijen hebt gehoord. Om ook te begrijpen wat zit daarachter, wat speelt daar. Om een voorbeeld te geven, zeer recent in het hoofdlijnenakkoord is bepaald dat alles behalve campings, dus vakantieparken en dergelijke, van het laag naar het hoogtarief gaan. Nou, dat is een uiterst relevante omstandigheid, omdat van het een op de ander moment 12% extra belasting wordt geheven. Nou, dat zet bepaalde dingen in een bepaalde verhouding, waarbij je best mag kijken naar wat doen wij als gemeente dan met de gasten die we hier eigenlijk juist vooral te gast willen hebben om een fijne tijd te hebben, maar ook om hun geld uit te geven in de Apeldoornse horeca en de winkels. Ja, en voelt u zich na vanavond nou wel meer gehoord? Nou, we gaan het zien. Hè. Ik bedoel, horen is één ding. Het gaat erom dat men er ook wat mee doet. Meneer Van der Zande, u heeft een aantal mensen horen spreken vanavond over evenementen, city marketing en toerisme. Wat was uw indruk van de avond? Nou, mijn eerste indruk is dat er heel veel mensen actief zijn in Apeldoorn rondom evenementen en city marketing. Hele gedreven ondernemers, mensen die echt het beste willen voor Apeldoorn. En dat doen via evenementen waar hun hart voor gaat kloppen. En ik ben heel blij en ben ook heel dankbaar dat zij de moeite hebben genomen om hier ons te vertellen hoe zij hun werk zien. Ja, en als u nou aanhoorde dat bepaalde insprekers toch wel redelijk met emotie erin zaten en ook echt heel veel werk hebben gemaakt van allerlei onderzoeken. Wat denkt u dan? Gaat dat meewegen in uw advies? Nou, dat laatste zeker. En ik snap ook heel goed dat op het moment dat we met een nieuw verouderd traject komen en mensen lezen dat we misschien wel gaan bezuinigen op evenementen, dat ze dan in de bres springen voor hun vak waar ze zoveel passie voor hebben. Dus dat is helemaal goed, dat snap ik ook echt. Ja, en uiteraard neem ik hun inbreng mee. Het gaat mij er vooral om wat levert die evenementen, de cultuur, wat doet dat voor de Apeldoornse samenleving? We hebben het heel vaak over brede welvaart. Dus ik kijk vooral, wordt die brede welvaart ook echt groter voor al onze Apeldoornse inwoners? Ik denk dat evenementen en cultuur daar echt ook een bijdrage aan kan leveren. Wel op de goede dingen. Dus als je voor mij persoonlijk spreekt, ik zie veel liever kleinschaliger, duurzame evenementen die langjarig in Apeldoorn blijven, dan dat we inkoopevenementen hebben. Dus dat we één keer heel veel geld uitgeven aan Serious Request bijvoorbeeld. En dan is het weg. Ja, en dat zijn de politieke afwegingen die ik dan zelf nu ga maken. Ja, en ik begreep vanavond toch wel uit verschillende hoeken dat aangaande het financieel beleid in deze sector, dat toerismebelasting een heet hangijzer is. Hoe staat u daarin?
Ja, heb ik ook gehoord. Kijk, ik snap ook heel goed dat ondernemers minder belasting willen betalen. En als ze met 50% verhoging voorgeschoteld krijgen, dat ze daarvan schrikken. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat wij als gemeente Apeldoorn ontzettend veel investeren in die toeristische sector. Dus wij vragen van ondernemers voor een bijdrage, die ze vaak ook nog eens doorbelasten aan hun gasten. Maar de gemeente Apeldoorn investeert daar vervolgens weer in het kader van vitale vakantieparken. Maar natuurlijk ook om gewoon Apeldoorn een aantrekkelijke gemeente te maken. Dus het is ook een wisselwerking. Oké, als laatste, denkt u dat deze avond een gunstige voedingsbodem is voor het vervolg van deze discussie? Ja, hier vindt participatie plaats. Hè. Dus als raadslid wil ik graag naar buiten toe. Dit was een avond waarin mensen naar de raadzaal toe kwamen. Dus ik geniet hier wel van. Ik vind het echt leuk om te horen wat er nou in de praktijk ook echt gebeurt. Oké, meneer Van der Zanden, dank u wel. Graag gedaan.